Er zitten hier weer twee pareltjes uit de comedywereld aan mijn tafel. Naar mijn voorgevoel allebei mensen met een grote wafel. De ene staat bekend als een ware mentalist. De andere heeft als winnaar van het Kamarettenfestival De Boot ook niet gemist. Ik zei nu wel iets over een grote wafel, maar het lijken mij allebei wel, zowel op het podium en als ernaast echte hartedieven, denk ik. Zeg, dat is naar uw eigen wafel. Dat is een grote mond, hè. Nee. Het lijkt mij echt een hartdieven. Ik presenteer jullie Pieter Verhelst hier aan mijn zijde. En Jilly, a.k.a. Lieven. Hallo. Hopla. Ik zeg al a.k.a. Lieven, maar wat moet ik eigenlijk zeggen? Mag ik u echt een naam gebruiken? Nu is Lieven, hè. Als ik een kostuum aan heb, dan is het meneer Jilly. Oké. Meneer Jilly, hoor. Ja, ik sta er wel op, ja. Het is zelfs niet gewoon Jilly, dan is het meneer. Ik vind, als ik een kostuum aan doe, kunnen mensen minstens... Ja. Of geen meneer zijn. Oké. Maar nu zit hij hier in de pul, dus ik mag ja, niet ja, zo zeggen. Zeker, ja. Oké. En mij is het gewoon Pieter. Pieter, ja? Voorlopig. Binnen 20 jaar zeg ik ook misschien meneer ja. Pieter. Dat is ook wel. Voilà. Nu is het nog Pieter. Ja, en jullie gaan al direct lacherig met elkaar om, maar jullie kennen elkaar niet per se meteen, hè? Niet persoonlijk, maar ik heb de naam natuurlijk wel horen passeren, maar verder dan dat gaat het inderdaad niet. Nee. Ik heb filmpjes van u opgezocht. Ja. Ah, je hebt zo research op voorhand. Ja, op een filmpje. En ik dacht, je riep iemand op het podium en die mens die sprak met een kei rare stem. En ik dacht dat gedupt was. Maar ik hoorde, maar ik hoorde achteraf dat jij dat zelf deed, die stem. Ja. Ben er iemand die echt maar zo praat, hè? Ja, maar dat waren... Dat zei jij dus zelf. Dat was een soort buikspreekact, maar dan zonder poppen. Ah ja. Maar ook niet met het systeem van... je hebt zo'n buiksprekers die dan iemand vastnemen bij de pols en die grassen duwen, dan moet je mond open en toe doen. Ik heb dat wat aangepast, dat dat niet meer moet gebeuren. Ik stel gewoon een vraag, omdat die mensen eigenlijk maar 1 of 2 dingen kunnen op antwoorden. Maar ze hebben geen micro, dus mensen zien hen wel antwoorden, maar horen ze niet antwoorden en dan vul ik die stem in. Amai. En dat geeft aanleiding tot... hofmakerij op het podium, in alle richtingen. Ja, en dat is al een klein voorbeeldje van uw staaltje kunst eigenlijk, hè? Van de vele dingen die je doet. Of dat kunst is, weet ik nu niet, maar het werkt wel. Ja, voilà. En is dat dan improvisatie? Nee, dat is echt heel serieus gescript, heel die act. Okay. Maar er is natuurlijk wel ruimte voor improvisatie, omdat dat zit er nu zo goed in dat ik er echt wel nu en dan er een beetje kan mee spelen. En wat dat er soms zijn, er altijd wel heel toffe dingen ontstaan, maar die dan eenmalig zijn natuurlijk. Ja. Omdat het improvisatie is. Ja, en je draait ook wel eventjes mee. Mensen kennen ook de naam Jilly of meneer Jilly ook wel intussen goed. Maar hoe is dat eigenlijk ooit gestart? Of waar is dat zaadje geplant? Had jij zo'n goocheldoos gekregen en daar is het mee begonnen? Zoals iedereen van mijn generatie, denk ik. Ik weet niet wat dat in jullie generatie ook nog zo was, maar in onze generatie kreeg iedereen vroeg of laat van Sinterklaas een toverdoos. Ja, voilà. Ik heb zelfs een cape gekregen, een handgemaakte cape. Hop. En de meeste kinderen die speelden er even mee, totdat de eerste dingen kapot of verloren waren. En dat vloog dan in de kast. Ik heb dat eigenlijk helemaal bekeken, heel dat boekje uitgelezen, van alles beginnen proberen. En dan ook mijn eerste optreden gedaan met die doos. En dat was in het 3e leerjaar bij zuster Gerda. Ah ja. En dat was voor de kindjes van de klas? Inderdaad, op het kerstfeestje. En toen vond ik dat heel plezant om te doen, dus ben ik daar mee doorgegaan. En op het juiste moment de juiste mensen tegengekomen en zijn vertrokken. Hè. Allee. En bij jou, Pieter, niet met een goocheldoos gestart, neem ik aan. Nee, hè? Maar bij jou is het ook niet meer... het is niet echt richting mentalist zijn of goocheldoos. Ik ben eigenlijk begonnen als acteur. En ik zat op de toneelschool in Utrecht. Mm-hmm. Ik heb in Utrecht gestudeerd, 4 jaar, op de toneelschool. En in mijn tweede jaar of zo... Allee, je maakt dan toneelstukken en je staat altijd in de regie van een regisseur of zo. Altijd. En ik voelde dat er ontbrak iets... Ik wou eigenlijk zelf ook graag dingen maken. Mm-hmm. En dus ik begon ook... Ja, waar heb ik nu eigenlijk zin in? Wat zou ik nu eens graag zelf op een podium willen doen? Mm. Dus ik had al een kwartiertje geschreven. En blijkbaar was dat dan heel grappig. Maar dat was uw monoloogstuk. Ja. Dat was ook het eerste dingetje voor mijn broer en ik. Ja, want ik heb dan zo... Op een gegeven moment heb ik dan een half uurtje gemaakt. En... Toen gewoon met alleen maar een insteek, wat wil ik nu eigenlijk graag doen op een podium? Mm. En toen dacht ik, nu wil ik dat eigenlijk ook heel graag spelen. Want op de toneelschool is het ook, je speelt iets, 3 keer, klaar, volgende. En ik wou dat wat meer herhalen. En toen heb ik gedacht, van, oké, dan ga ik mij ergens
inschrijven waar je veel vlieguren kunt maken. En toen kwam ik erop om met dat half uur mee te doen aan het Groningen Studenten Cabaret Festival. Mm-hmm. En dat heb ik toen ook gewonnen. Mm-hmm. Met dat half uurke. En zo ben ik er een beetje ingerold eigenlijk. Oh ja, oké. Okay. Ja. En dan van het een kwam het ander en dan ja, 2 jaar later ben ik dan kameretten. Ja, van veel in Nederland gestart, denk ik. Hè? Allee, en ook daar gestudeerd. Ja. En waarom ben je dan naar Nederland gegaan voor je opleiding? Oh ja, als je naar de toneelschool gaat, dan moet je auditie doen. Hè? Dan heb je een paar scholen, daar worden ook maar 10 mensen toegelaten per opleiding. En er zijn er maar een paar per land. Dus, en je moet ook, ah ja, die school is er ook een beetje voor u. Hè? Dus je moet ook, wat jij je goed voelt, ik vind dat die moeten kiezen. En ik was in Utrecht en ik voelde me daar heel goed. Ja. En ik ben er gewoon naartoe gegaan. Ja, omdat ik me daar fijn voelde. Ja, voilà. Dat je daar kon uit. Niet verder over nagedacht. Ja. Dat is echt een opleiding en daarna een beetje zoeken wat je zelf wilt. Bij jou, je hebt gezegd, begint met een goocheldoos. Ik heb dat allemaal. Maar dan, als je dan echt nog wilt verdiepen, heb je dan ook zo opleidingen? Of hoe ziet dat dan? Ga je naar een goochelschool een of mentalisme school? Want dus die goocheldoos is ondertussen is dat 45 jaar geleden. Mm-hmm. Dus allee, ja. Dus in die tijd, allee, of iets later dan, als ik er wat serieuzer in me begon te verdiepen, bestond er geen internet. Dus was dat eigenlijk allemaal postorder, een bedrijf in Amsterdam dat wat boeken en materiaal verkocht. Mm-hmm. Dan lid geworden van een club. En in die club al snel tot de vaststelling gekomen dat ik me daar eigenlijk niet zo echt amuseerde, omdat iedereen daar trucs zat te doen en elkaar te overtreffen. Maar dat waren allemaal puzzels, maar er was niks magisch aan, er was niks entertainend. Dat is niet shocking, niks nieuw of zo. Ja. Maar zelfs dat niet, gewoon niet alleen over niemand, maar het belangrijkste is voor iemand die op het podium staat, dat je weet wie dat is. Ja, en zeker. Zo, wij mentalisten onder elkaar, je kent die trucjes dan toch ook al van elkaar of zo. Maar het is moeilijk om Maar daar gaat het precies over. Als je beperkt blijft tot trucjes, dan zijn je puzzels aan het presenteren. Ja, voilà. Wat ik probeer te doen, is daar zo een dimensie hoger in te gaan. En dat dat wel een puzzel blijft, maar dat er eigenlijk niks fysiek gebeurt. Dat eigenlijk allemaal tussen je oren aan het gebeuren is. Ja. En dat is natuurlijk, voor mij was dat echt een stap vooruit in mijn loopbaan, als het ware. Op het moment dat ik dat mentalisme ontdekt heb. Ik kende het van vroeger, maar alle mentalisten die ik zag, die waren allemaal te dood om dood te smijten. Of te saai om dood te smijten, bedoel ik. En die waren zo heel overtuigd van zichzelf, met superpowers. En ik heb een zesde zintuig, of toch iets in die zin. Serieus? Al dat gezever daar rond. Dus ik ben daar echt jarenlang van weggebleven. Omdat ook als je mentalisme begint te doen, dan moet je er echt van uitgaan, moet je het echt spelen dat je het echt kunt. Want anders marcheert het weer niet, ondanks het feit dat het een illusie is dat je speelt. Maar we moeten toch wel doen dat mensen echter kunnen in meegaan. Mm-hmm. Maar bij mij was dat dan altijd die gêne van, ik zou niet graag willen dat er iemand uit de zaal komt, vertrekt, en dat die toch zegt van, maar die Gilles heeft wel een zesde zintuig. Dus ik ben er al van het begin heel eerlijk over geweest, dat ik zeer oneerlijk op het podium sta. Dus van alles dat ik doe... Ik ga je in de luur leggen. Voilà. Eigenlijk komt het daarop neer, van, ik ga je in de luur leggen en dan doe ik het nog ook. Ja. En wat was mijn punt nu van... Je punt is gemaakt wel, hè. Toch dan zegt van, ik heb geen zesde zintuig, ik sta gewoon eerlijk op dat podium. En wel, voilà, ik ben eigenlijk geëvolueerd naar dat mentalisme op een bepaald moment, toen dat ik Darren Brown aan het werk zei, dat is een Engelse tegenhanger eigenlijk. En die ging er eerder vanuit van, we zijn geen supermannen, wij gebruiken gewoon ons vijf zintuigen op een optimale wijze en misbruiken de 5 zintuigen van ons publiek op optimale wijze. Ja, om dat het een illusie lijkt. Van een zesde zintuig te creëren. En vanaf dat moment, dan kun je wel helemaal smijten. Maar mentalisme, hè, bij mij is dat... Allee, degene die, de klassieker, natuurlijk zijn er veel meer dan dat, maar de klassieker die ik ken, is wel zo dat je zo... zeg een woord in je hoofd en ik ga dat dan raden op het podium. Mm-hmm. Wat dan zo gezegd telepathie noemen ze dat dan. Telepathie. Ja. Voilà. Dat is ook echt mentalisme. Hè? En is dat dan, is dat dan een trucje of is dat gewoon mensen heel goed kunnen lezen? Of mogen we dat nu niet uitleggen, want dat klapt het een truc. Wel, zoals gezegd, wat ik doe, is een illusie van een zesde zintuig. Dus wat technieken gebruiken we? Eigenlijk alle bestaande technieken die er zijn dat we kunnen gebruiken om met je voet te spelen. Die ga ik allemaal gebruiken. Van begin tot einde. En dat gaat van verbale communicatie, niet-verbale communicatie, psychologie, magie, heel veel suggestie.
Het kadreren van heel uw act is eigenlijk al de helft van het werk, de suggestie waarover het gaat. En vanaf dat moment, ja, het is geen exacte wetenschap, je blijft vissen gooien en je blijft mensen in een bepaalde richting duwen en stimuleren, maar het lukt niet altijd. Nee, natuurlijk. Maar als het lukt, is het inderdaad wel... Maar je zei wel dat het voor... Hey, er zijn heel veel dingen gescriptigd. Allee, ik zou verward zijn met wat ik dan op dat moment nog moet... op jezelf vertrouwen, jezelf, je eigen kunde en wat de mensen dan eventueel aanreiken, ja. Dat je daar je ook niet in vergist of zo. Allee, ik bedoel, ik zou mijn weg kwijt zijn. Maar... Ja, maar dat is vallen en opstaan in het begin. Hè. Ik deed ook try-outs in het begin in comedyclubjes. Wat dat dan 30, 40 man zit nu. Als daar van alles mislukt, dan ga je plat op je bek. Maar daar zit 40 man die dat tegen morgen wel nog even kan doorvertellen. En tegenover maar die daar wel niet meer weet. Zijn, ja. Terwijl dat voor u een zeer goede ervaring was. Dat je weet van, er is iets fout gelopen. Wat is er fout gelopen? Waarom? En zo zijn we weer verder. Ja. Dus ja, het is echt trial and error. De eerste keer dat ik bijvoorbeeld een toneelhypnose deed, ik deed in mijn broek gewoon van shit, als dat hier marcheert, dan ben ik hier een gelukkige mens. En dat bleek te marcheren, dus ja. Het leuke is bij jou ook wel dat er ook wel wat comedy en humor bij aan te pas komt. Hè? Dat het punt van met te gooien en dat comedy circuit in de tijd, het moment dat dat begon, hadden wij zelf een café, mijn vrouw en ik, de Trucendoos, in Harelbeke. En we zijn er eigenlijk onmiddellijk begonnen met een comedyclub. En toen was er nog maar een en ander, dat was in Antwerpen, in de Buster. En dat was het. En wij waren een van de twee eerste comedyclubs, dus ik heb me er ook helemaal ingesmeten. En de eerste keer dat ik dan tussen de gasten stond die het echt al konden, dat waren dan Nigel Williams, Raf Koppes, Bert Kruismans, Piff Huffluff. En ik stond daar dan tussen. Wel, mijn eerste stand-up optreden, dat was hier in Gent in de Charlatan. Ik ben daar afgegaan als een gieter. Dat was echt verschrikkelijk. Heerlijk. Doodschat, ja, achteraf bekeken. Omdat ik het puur met stand-up wilde proberen. Ja. Dan heb ik het nog een keer geprobeerd, twee weken later, in ons eigen café, in onze eigen comedyclub. En dan krijgen ze op het einde een applaus in deze aard. Oh, het wordt te traag. Zo van, het is de baas die er staat, dus we gaan produceren, maar alsjeblieft, gast, stopt en laat iemand anders proberen. Dat is bij comedy krijgen zo instant reactie van het publiek. Ja. Je weet eigenlijk al, na één je weet, je vertelt een grap, er wordt niet om gelachen en je voelt gewoon direct al de... Ja, het is wat die al meer meebrengen. Dat lastiger of niet zal zijn. Oh, ik ben niet goed bezig, je voelt dat direct. Ja. Theater voelde heel vaak achteraf een toneelstuk gespeeld en achteraf hoorden dan wat mensen ervan vonden of niet, maar bij... comedy hadden zo direct. Ja. En daar heb ik moeten toegeven dat stand-up comedy eigenlijk het moeilijkste en strafste van allemaal is. Ik ben terug moeten gaan om in trucs en om in experimenten om te kunnen mijn ding doen. Maar in pure comedy bleek ik niet veel beter dan de gemiddelde tooghanger die op café wat grappen zit te vertellen. Ik heb meegedaan in de tijd ook in de Numo was dat, Humo's Comedy Cup in de NAB. Ik ging een keer iets nieuws proberen. Ik had gewerkt met een regisseur, een theaterregisseur. En we gingen een keer iets nieuws proberen. En dan sta je op dat podium en dan zie je zo binnen de minuut, anderhalf minuut, letterlijk de helft van het volk richting bar gaan en beslaan gaan drinken. Tot dat voorbij was en dat ze naar iets anders konden komen. Ja, maar dat hoort er ook bij. Dat is ook een zoektocht naar wat jij eigenlijk, hoe dat jij je profileert als... Dus dat, als maker en als... En krijgt hij de joef van de week op je muilen. maar dan blijf je liggen of sta je terug recht en doe je verder. Hè. Maar het is ook goed dat je grijpt naar wat jij kunt. Ja, het is dat. Een beetje waar je roots vandaan. Ja. Maar ik ben zo in combinatie met enorm beginnen twijfelen na mijn eerste Comedy Cup. Toen zat ik daar in de running met Nigel Williams. Ja. Dus wij waren eigenlijk de twee mannen die echt wel... zwaar gescoord dan die avond. Ze waren toen nog met drie juryleden. En achteraf heb ik dan gehoord dat ze met twee van de drie juryleden zeiden, ja, Gilly, we gaan hem laten winnen, dat was het grappigste. Derde jurylid was PDW-zaliger. Die zei, ja, maar nee, fuck off, dat is geen stand-upper, dat is een grappige illusionist. Dat is iets anders. Waar dat hem 100% gelijk in had. Ja. Maar voor mij was dat zo van, ja, fuck, ik word hier afgeschreven op mijn trucs. Oké, dan doe ik volgend jaar mee zonder trucs. En dat was dan dat fameuze rampenjaar. Ja, maar ik moet gewoon vasthouden aan wat je... Ik denk gewoon doordoen. Waar je natuurlijk zit, als het blijft duren en het lukt altijd maar verder niet, stop je misschien beter. Maar, intussen, je bent niet gestopt, hè? Volle nee, vaart nee. Vooruit. Je weet wat ik anders nog moet doen. Je staat de laatste maanden ook echt in Parijs. Ja. Iedere donderdag in Apollo Theatre. Dat is wel... nous sommes tous de... Nu soms toes de motaliste. Elke donderdag naar Parijs. Maar ja, maar dat is niks in nu. Nee, ja? Ik rij van hier naar Rijssel met een auto, dat is een uur. Ik stap er op de trein. Een uur erachter sta ik in het station. 5 minuten erachter sta ik met de metro aan de voordeur van het theater. Ik doe mijn show om 8 uur en rond 12:30, 1:15 ben ik terug in Gent.
Hij heeft een paar eens gespeeld. Dus 2-1, 2-1 terug, ja, dat valt eigenlijk wel. Maar ja, dat, dat valt. Is zelden breng het u op ideeën, Pieter? Nou ja, wie weet. Alles in het Frans. Koper dan een hotel. En jij doet alles in het Frans ook dan? Ja, 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 ja. In Engels? Nee, Frans. Frans, ja. Bij Engels is nu de tweede optie dat ik nu ga proberen erdoor te duwen. Okay. Dat ze in die zaal een aantal Engelstalige voorstellingen hebben. Mm-hmm. Voor Engelstaligen die in Parijs zitten. Oké. Okay. Dus ik ga proberen om dezelfde show nog eens verpatst te krijgen in het Frans. Alright. In het Engels bedoel ik. Heb je het ook in Engeland natuurlijk? Goh, in Engeland weet ik niet of er. Maar in Frankrijk uiteindelijk ook. Die zit er eigenlijk niemand op mij te wachten. Dus... Maar dat had je al gedaan, hè? In het Frans gespeeld? Ja, of? Ik speel al heel mijn leven in het Frans en in het Engels gewoon omdat. Ah, oké. Okay. Ik ben al heel mijn leven ermee bezig. Maar er is nog maar eigenlijk de laatste 8, 9, 10 jaar hebben ze mij daar bij de pers ontdekt en ben ik wel bekender geworden. Ja, want daarvoor moet je het werk zoeken waar het is. En hier in Brussel zitten we met al die multinationals. Ja. En die hebben allemaal meetings in het Frans, in het Nederlands, in het Engels. Ja, ja. Dus in die zin heb ik daar jaren kunnen aan oefenen. Maar ja, daar zit nooit iemand op u te wachten. Hè? Ook niet in België. Of... Allee, snap je? Je moet altijd... Je moet een verwachting... Hier in Vlaanderen bijvoorbeeld was die vacature van Mentalist, die stond al jaren open. Ja. Oké, op die dat manier. Is inderdaad, ja, op een bepaald moment dacht van ja, oké. Dat was gewoon niemand. Zal ze wel in willen, kom. Zal ze kickpak nee dan? Ja, 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 ja. Dan is het bij jou iets moeilijker om zo echt wat meer niche, nieuwe dingen, maar je slaagt er wel in, hè? Allee, om zo... De vacature van cabaretier is wel al ingevuld, of zo? Ah, wel, ja, het is dat. Dat is zo de moeilijkheid. Ja, hè, maar je moet gewoon... Ik denk dat... je moet gewoon trouw blijven aan je eigen stijl of zo. En dan kun je binnen dat vakgebied of zo kun je wel een eigen publiekje opbouwen. Dat denk ik wel. En vorig jaar nog mee aan Voor de Leeuwen. Was dat een leuke belevenis? Want dat was ook weer eens iets nieuws, weer eens iets anders. Het leuke daaraan was, is dat je dus als maker... En Voor de Leeuwen ken je, hè, Jimmy? Voor de Leeuwen heb je dat een beetje meegepikt? Ik heb een voorspelling rondgetweet. Oh, en wat was dat? Een aantal kandidaten voorspel ik een mooie toekomst. En voilà, zie je. Pieter Verhelst, alsjeblieft. Ik presenteer hem. Het leuke aan dat programma was, is dat je als maker heb je een bepaalde manier van de dingen te maken. Dus je hebt altijd, iedereen heeft zo zijn eigen maniertjes of een eigen manier om op materiaal te komen. En dat programma gaf dan opdrachten dat misschien soms buiten je eigen comfortzone lag of om soms op een andere manier de dingen te bekijken. Een insteek die ik zelf niet zo vaak zou doen, gewoon omdat het een andere context heeft. Dus, en dat vond ik wel heel interessant, om dan vanuit een andere hoek eens een keer comedy te bekijken of dingen te maken of dingen te samenwerken met een redactie. Dat was ook de eerste keer. Ja. Dat was ook spannend. Dus, normaal doe je dat alleen. Allee, je hebt hier veel van je materiaal. In theater alleen... doe je wat je wilt. Hè. Ja. In theater zit je 100% je eigen baas. En in zo'n programma moet je toch rekening houden met een redactie en een heel team die daar dan achter staat en die dan ook allemaal mening hebben. En, maar dat heeft u in deze niet echt beknot of zo, in uw vrijheid? Je hebt echt wel uw ding kunnen doen of je staat echt volledig achter wat je gedaan hebt? Ja. Goh, ik vond wel dat daar iets te veel redactie aan het werken. Omdat het een beetje werd verkocht als een talentenshow. Mm. En ik vind dat als je dat doet, dan vind ik dat je de talenten volledig hun vrije loop moet laten gaan. Je moet die mensen laten doen, je moet die mensen laten maar gaan. Maar dat is heel het punt van zo'n ding, is dat is geen talentenshow, dat is een tv-programma. Ja, ja dus maar verkoop dan als tv-programma dan. Ja, als maar dat is de illusie van de fucking tv. Eigenlijk staat Chili daarachter gewoon. Ja, dat is wel goed. De tv is een medium waar je echt heel toffe dingen kunt mee doen, maar je moet er leren mee werken. Ja. En ik denk dat het gewoon belangrijk is voor iedereen om gewoon zoveel mogelijk ervaringen op te doen in al verschillende omstandigheden en op die manier het medium te leren kennen en er effectief ook te leren mee werken. Voilà, ja. Dat is dat. Maar die gasten zijn niet op zoek naar het beste talent, die zijn gewoon op zoek naar hoe kunnen we zoveel mogelijk kijkers naar het programma laten kijken door de goede erin te houden en ze wat te sturen. Ja. En, ik noem die gasten de TV people, dat is gewoon een ras apart. Die denken helemaal anders dan wij denken. Ja, ik willen een goede show, zij willen dat er mooi uitziet. Ja, ja. Maar het heeft je wel iets opgeleverd van zo extra bekijks en wat mensen die wat meer pad beginnen te volgen. En ik heb me wel geamuseerd daar. Ja. Ja. Maar ik vind wel dat als je meedoet aan een soort, of in ieder geval, het had wel de pretentie van een talentenshow te zijn, dan had ik verwacht dat ik iets meer vrijheid had kunnen pakken om echt dingen te kunnen maken. En natuurlijk hang je vast aan het medium tv. En ik weet ook wel dat je niet... dat er zijn dingen die dan niet kunnen,
Of dat je, of ja, niet werken gewoon. Of niet werken, omdat, ja, het een tv-medium is. Niet willen is brengen omdat het niet werkt. Ja, 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 dat ze, hè, geen kijkers willen verliezen. Ja, ja. Theater is een totaal ander medium dan dingen. En dat communiceert ook heel anders. Want het was ook een beetje theater op tv. Hè. Ja. Dat is ook voor live publiek. Ja. Ook. Het was, ja, het was dan in C ergens toch ook een beetje commercieel, ja, zeker. Maar ja, het was zeker een ervaring. Dat is zeker. Voilà, dat is het. Anderzijds, ja, ook omringd door mensen die weten waarover ze babbelen, die iets, ja, dingen mee proberen. En al dan niet op je bek gaan, maar we proberen het en leren het. En die groepsdingen die daarin zaten, vond ik heel tof. En je bereikt op een manier toch ook weer opnieuw mensen die misschien eerder niet zoveel van comedy of cabaret. Ah, zeker. Mensen, dat. Dus dat is wel dat leuk is dat die dan ook eens jonge, ja, 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 de jonge garde opnieuw leren kennen. Dus ja, absoluut. Wel. Jij bent daar ook niet vreemd in, hè? In de tv wereld? Niet echt. Nee. Niet echt, nee. Maar je hebt dat ook wel als iets positiefs ervaren? Of had je op een bepaald moment... Ja, 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 van, ja, ja. Maar als jij dag... hebt, wat heb jij hebt voor... wel, hoe heet dat? Als ik een beetje chronologisch werk, mijn allereerste, ja, keer... Ja, er waren meerdere TV, zaken. Is in, goh, ik denk, 586. Oké. Okay. En dat was bij Margriet aan Zee. Margriet aan Zee. Zouden er daar nog beelden van zijn? Ja, ja, zijn we zien daar op. Er zijn nog beelden van. Margriet aan Zee. Ja. Oh, hoe oud waren toen? Ja. Waren toen? Dat was dan... ik was toen 26, 27. Ah ja, schitterend. Hè. Jonger dan mij nog. Ja, zoiets bezig. En toen was ze, ja, eigenlijk nog niet, had ze die magering nog niet laten steken. Waardoor dat ze iets volumineuzer was dan, ja, die dan zetel nu die daar staat. Ja. En de bedoeling was dat ik haar liet verdwijnen. Oei, en het ging maar voor een stukje. Dat is niet gelukt. Nee, het ging maar voor maatje gelukt. 38 of zo. Dat is gelukt, maar RV schreef dan in de Numo en dan was er ook nog Chili. Zijn truc is degelijk mislukt, want volgende week is er terug. Ook wel een goeieke. Dus dat was de eerste en dan was dat eigenlijk vooral dingen in het buitenland. Mm. Tot op een bepaald moment werd ik gevraagd voor Le Plus Grand Cabaret du Monde. Dat is een soort variété-programma in Frankrijk. In Frankrijk. Ja. Mijn gemiddelde kijkdichtheid van 10 à 12 miljoen kijkers. Oh ja. Dus dat was heel tof. En ik kom terug van Parijs, van die opnames. En hier op straat ontmoet ik een collega die mij zegt van... ja, ze zijn weer bezig aan het rondbellen voor Comedy Casino. Mm-hmm. Hebben ze al gebeld naar u? Ik zeg, godverdomme. Dat is nu de vierde of de vijfde jaargang en ze bellen weer niet. Dus ik achter mijn computer thuis een mail naar Patrick de Witte van godverdomme, wat is dat allemaal met jullie? Als ik hier op tv kom, het is altijd iets. Terwijl ik ondertussen, zonder te liegen, eigenlijk bijna in heel Europa in alle landen ergens wel op een tv geweest ben. Trouwens, en dan tussennaaks de feintjes bij vermeld. Ik ben net terug van een opname in Parijs voor 12 miljoen kijkers. Waar dat Comedy Casino in de tijd 300.000 kijkers hadden. Dus ik van godver, wat is het eigenlijk het probleem? En hij stuurde mij bijna onmiddellijk terug. Ah ja, sorry, Julie, we zijn vergeten u te vragen. Ben je vrij volgende week? Dus had ik die mail niet moeten sturen, dan zat ik niet in Comedy Casino. Dan had ik Marcel van Tilt niet ontmoet. Die dat presenteerde en die me dan per se terug wilde een paar maanden later in zijn zomershow. Dan is de laatste show erbij gekomen. Heb ik dan een vaste rubriek gekregen. Dan wat losse dingen in tv-programma's. En het laatste was eigenlijk in Café Corsari, ook in een rubriek. Ja. Zo iedere keer een beetje mijn tweede kapstok zijn het bestrijden van de charlatans in deze wereld. Ja, moment. Je hebt echt de kakken gezet. Zoveel mogelijk. Ja. Zoveel mogelijk. Ja. Zeg, en ben je nu eigenlijk even bekend in Frankrijk dan in België? Nee. In Frankrijk, dat is het begin nog maar. Hè. Dus we hebben nu een periode van 12 miljoen mensen, dat is wel... Frankrijk is zoveel groot. Allee, in die zin veel... Ja, tuurlijk. Ja. Ah, maar dat clipje op YouTube heeft wel mega, is echt mega viraal gegaan, vooral in Canada. Ik weet ook niet waarom, maar vooral in Canada is dat mega viraal gegaan. Ja. Maar dat is eenmalig. Hè. En ik word... Als ik daar herkend word, is het... Ah, oui, c'est le type avec son carré magique. Dat was dan het magisch vierkant dat ik daar gedaan had. Ja. Ah, maar dat werkte dan toch ook in Frankrijk? Ja, ik zou zo snel in het Frans en dan sowieso allemaal cijfers. Ça marche. Ça marche. Ça roule. Eigenlijk een donderdag daar staat nu in Parijs. Dat zal ook wel... Dat is tof. Dat is heel tof, ja. Zeg, maar het is het begin van een hopelijk langdurend verhaal. Voor de moment. Allee, we gaan oud vasthouden, maar... Ja. Op het moment lukt dat. We kennen het eigenlijk niet in België, dat concept. Hè? Dat je altijd, je gaat dan naar Parijs en je speelt elke donderdag op dezelfde plek. Ja. Toch? Nee, we kennen dat hier niet. Dat is raar, hè? In Wallonië wel. In Wallonië, bijvoorbeeld, twee jaar geleden heb ik een maand in Brussel gestaan in dezelfde zaal. Zes avonden per week. En dan zat iedere avond vol.
Bij ons in Vlaanderen kun je dat niet inbeelden. Nee. In Parijs is dat hetzelfde. Ik zit er in een zaal, ik speel om 8:00. Om 8:30 is de volgende voorstelling. Dus mijn voorstelling is gedaan om 9:10. Mm-hmm. Dus ik moet zorgen dat ik er zo rap mogelijk die zaal leeg maak, want 20 minuten erachter is de volgende. En er zijn 4 zalen. En hoe lang speelde dan? 1:10. Ah, toch? Ja, okay. Van 8:00, om 8:00 beginnen tot 8:50, zoiets. Okay. En dan moet ik heel snel de metro pakken. En dan om 4 minuten over 11. Nee, over 10 heb ik dan met een trein. Dus dat is eigenlijk, ik kom om 10 af van het podium en 55 minuten later moet ik op een trein zitten. Maar als je dat nu jaren aan een stuk doet, een gegeven moment heeft toch heel Parijs u gezien? En dan houdt het toch op? Ik ben al heel mijn leven hier in België bezig en nog altijd heeft niet iedereen mij gezien. Okay, in Parijs woont er evenveel volk als in heel België. Dus je kunt even weg toch? Hè? Ja, dat is wel waar. Je zit een tijdje zoet. Dat is ongelooflijk. Ja, je bent in elk geval nog zoet in maart, hè? Voorlopig. Ja, tot nu nog 4 keer zit ik daar. Ja. En dan ga je wel in België. Dan is het eerst het volgende eigenlijk de Comedy Marathon, mm-hmm, in de Capitool weer. Dat is op 6 mei. Waarvoor u niet meer moet kijken voor kaartjes, want die zit vol. Oeh, dat is leuk om te zeggen. Hè? Vooral omdat er niemand weet wie er gaat komen. Ah, ja. Ik heb pas nu de affiche online gezet met alle namen. Ah, bon, dan mag je ze misschien nog eens even droppen. Ja, maar hoe niemand weet, nu wel. Ja, nu wel, weten ze dat jij gaat komen. De zaal was wel uitverkocht. Voordat ze het wisten. Ja. En dat is de tweede keer dat dat lukt. Ik vind dat heel, heel, heel vreemd dat dat marcheert. Maar, nee, vind dat maar tof. Vind dat maar tof. Mocht jullie gemogen. Ik ga aan het zien hier. Wat dat staat. En we hebben nu... Socials, hè. Ja. Socials, hè. Oh, zwijgt. Nou. En dat internet wil dat weer. Ja, ik heb mijn eigen affiche. Ja, het is hier. Hier zijn we. Internet. 19e Comedy Marathon, 6 mei om 8:00 in het Capitool in Gent. Met Wouter de Pre, Amelie Albrecht, Gunter Lamoot, Igor het Popringen, William Boeva, Koen de Wulf, Piff Huffluff, Bert Gabriels, Christophe Stinlet als MC. We hebben Hoes en de Gasten als houseband. En die verdampte spielerij komt natuurlijk ook weer in spelen. In samenwerking met de stad Gent, waarvoor wij hen natuurlijk zeer hartelijk danken. Oeh, en waar zit Pieter Verzels? Ja, ik sta er nog niet op. Ik sta er nog niet op, maar het is nog elk jaar. Komt het nog wel. Het is dat. Nee, ik ga voorspelling, dan is goed. Ah. Wat is de voorspelling? Nee, volgend jaar speel ik... Het punt is dat we 12 spots hebben om die een avond te vullen en dat eigenlijk iedereen heel graag komt en terugkomt. En dat vind ik ook wel fantastisch om te doen natuurlijk, zolang dat alle collega's dat zien zitten om te blijven komen. Kunnen wij dat blijven doen? En dat is een opbrengst van tussen de 4.000 en de 36.000 euro. Amai. Wat we dus echt wel een hoop, een 5-6-tal projecten mee steunen in heel de wereld. Dus ik vind dat wel ongelooflijk tof dat iedereen dat nog altijd wil blijven doen. Fantastisch. Ja. En zoals gezegd, er zijn weinig plaatsen, maar er zijn veel gegadigden. En het is elk jaar weer. Ja, kill your darlings. Dat is het. Ja. Maar wat is dan de voorspelling? Je hebt geen voorspelling gegeven. De voorspelling is eigenlijk één dat ik gepikt heb van Igor uit Popringen. De bekende filosoof uit Popringen. Uh-huh. En hij zei, alles komt goed als je maar lang genoeg wacht. Dat is een... Diep. Super diep. Dat gaat diep, hè. Ja, dat gaat diep. Even tijd voor een zenmuziek. Denk daar maar eens over na. Niet te lang. Pieter, jij hebt ook nog wel wat in je mars voor dit jaar. Sowieso heb je net nieuw materiaal getest. Ik heb afgelopen zondag 3 kwartier gespeeld in een Joker met gloednieuw materiaal. Mm-hmm. En dat ging heel goed, dus ik ben er heel blij om. Dus ik ben nu eigenlijk vooral volle bak aan het schrijven aan een nieuwe voorstelling. Hè. En je verwacht ergens December. Nu, dus december 2019, ga ik in première in... Je was er nog niet uit, in Nederland, België. Ja, en in januari in België, of andersom. Ja. En nu ben ik nog aan het spelen met mijn broer en ik, cabaretvoorstelling. Dat is nog tot mei? Ja. In mei, de allerlaatste. Mm. Dus en is het nu ook echt de laatste, allerlaatste voorstellingen. De allerlaatste keer dat mensen mijn broer en ik kunnen... Ja, dus ik speel er nu nog 5 en dan is het klaar. Mm. En dan is het... Kom snel. Hier en daar zijn er nog een paar laatste kaarten. Dus, Want ik heb het zelf ook nog niet helemaal gezien, moet ik eerlijk zijn. En ik zocht een beetje bits en bytes van je show zo online en je vindt er bitter weinig. Dat is een truc, denk ik. Er staat 1 stuk online van mijn voorstelling. Zo een stukje. Over de darm. Over de darmen, ja. Over de darmen, over de walvisdarmen, ja. En je merkt ook dat het publiek dat dan allemaal gezien heeft.
En dus ja, het is ook stom om dan alles op voorhand al op YouTube te zetten. En dan, ja, dan hebben ze het al gezien of zo. Maar goed, ja, als de show afgelopen is, dan komen er wel stukjes op YouTube. En dan, ja, dan maar wel natuurlijk. Ze zijn er ooit eens in geslaagd, en ik denk dat het bij William Boeva was, midden in zijn tournee om zijn show op hetzelfde moment op tv te tonen. Integraal, ja, inderdaad. Heel de, dus de dvd-opname tijdens zijn tournee op tv. Dat hij, ah ja. Welke... Afgeschoten. Voilà. Ja. Klaar. Nee, maar dat ga je niet laten gebeuren. Hè. Het is echt... Mensen kunnen ook komen kijken voor de volledige... Tuurlijk. En het moet een volledige belevenis zijn, anders heb je niks wel aan. Hè. Het zal wel. Ja, ja, ja. Okay. Nog tot en met mij. Goed. Ja, ik heb ook nog wel een beetje tijd voor andere namen in de comedywereld. Ook een beetje buitenlandse namen. Jimon is geweest. Jimon, moin. Ik heb er moeite mee. We waren er net over bezig. Jimon. Ik kan het niet zeggen. Jimon. Jimon. Ik moet denken. Ah, Michael Jackson. Jimon. Dat is het volgens mij. Ja. Jimon. Het is van Michael dat. Jackson. Jimon. Ken je hem? Ja, kijk, voilà. Nee, voilà. Brits geboren, maar veel succes in Australië. En ook in de UK heeft hij ook veel met BBC samengewerkt. Die kwam eigenlijk op 24 februari in het Zuiderpershuis. En, ik heb dat gezien. Onze eigen collega, je hebt het gezien. Ik zat in de zaal, op de eerste rij. Ah, goed. Ja, ja. Oeh, en nog was je niet zeker van zijn naam. Erg, hè? Ja, want dat was dat zijn opening. Dat is ook een hele moeilijke naam. Ja, ik vind dat, ja. Ja, bizar. En? Ja, superleuk. Ja. Superleuk. Ik zou zeggen, ga allemaal kijken, maar ja, het is te laat. Het is de kans. Maar zeg, mijn collega heeft hem even kunnen spreken, dus we kunnen meteen even naar een interviewtje luisteren. Anders, ik dacht al, waar gaat dit heen? We gaan nu luisteren naar een interview van Jimona. Ja, wil jij het anders aankondigen met de naam op de juiste manier? Ah, en de juiste collega... klemtoon. Ja, en de juiste klemtoon. Mijn collega Bo heeft hem geïnterviewd, dus mag je zeker even vermelden. Beste luisteraars, we gaan nu heel even luisteren naar een interview met Jimona. I'm one lucky bastard here tonight because I'm here with Jimon. Jimon, how was your show tonight in Antwerp? Well, I'd be better off asking you. You were in the audience. Maybe you weren't. Well, I enjoyed it. Oh, good. Yeah, no, it was good. All the good jokes work well. All the average jokes kind of got like a average reaction. But no, it was good. Okay, so you're happy. Yeah. I spent the whole day getting here. I left Birmingham this morning at, you know, quite early. And then I drove to the airport, dropped off the hire car, had to, you know, offload it, make sure I filled it up with petrol because it can charge you quite a bit if you don't fill it up with petrol. And then flew to Amsterdam, and there was quite a bit of, train delay. So it wasn't as straightforward as I thought it was going to be. And I just got here just before the show. But I do, like, it's just nice being here. It's nice. It's different from, I've just done a month in the UK, and I've done the UK quite a bit. I feel this is different because I've, you know. Why is it different? It's in Europe, in my mind. It's parts of the world, you know, you speak a different language, you know. Well, you were born in England, you grew up in Ireland, and you live in Australia, and you're funny, and that's about all Belgium knows about you. That's enough. What's your story? Probably too much, actually. I don't know. I spent the last 30 years in Australia. So that's, I went there when I was 22 on a 1 year working holiday, and it's decided to stay. And how was that the obvious choice for you at the time? Why did you go to Australia? Well, I'm limited to English-speaking countries. So. Yeah, you have the United States as well, if you want to. So what languages do you speak? Well, I speak Dutch, and I hope a bit of English as well. French, yes. You speak French? A bit, yes. Right. Well, then you're open to that population as well. I'm limited to, you know, and it's a difficult thing, isn't it, when you're a migrant. I'm big on immigration. I think that's where we all prosper. Mm-hmm. Everyone has to move in some way. If you feel that you've got some right being somewhere, that then that doesn't really work for me. And so I like to move. Yeah, I like to move. You like to move. And I like the people that do move. I feel I can identify with those people. I go, oh yeah, I can. Sometimes I see a traveler
on their own, and mm-hmm. I empathize with them. I go, oh yeah, I can see the position yeah. you're in, and I feel for them, and I don't feel for people that don't move in the same way because they're trying to protect something, but I feel like it's just somewhere we can just move around. I enjoy the world. Yeah. And did you go to Australia to become a stand-up comedian? No, I didn't do stand-up when I first went to Australia. I was working construction. Oh. So I did that for a year and then went to a pub one night and they had stand-up comedy. And I told jokes, as in, you know, jokes. Mm-hmm. And that was my introduction. I watched the rest of the night and was introduced to stand-up comedy and So that was your first comedy show? Yeah. And did you go with a plan or was it I'd never watched it. I'd never even seen it. The other comics just go, wow, that's the most amazing thing. You just went on stage and you went for it. Yeah. Okay, all but right. No, I didn't. I just told three jokes. I just told jokes. I can tell jokes. You know jokes. We all know jokes. Jokes. You have jokes, don't you? Well, we have jokes, yes. So those sort of thing. I told those. I was unaware that you had to come up with your own ideas and your own concepts of jokes. So I did that. But I watched the rest of the night. And then I was very intrigued. And as I'm sure a lot of comics that would listen to this or people that that watch comedy a lot, secretly they have a desire to give it a go. Give it a go. Mm. And it's a great thing to give a go because you overcome a lot of fears. It's a real, like a bungee jump. Do you know what a bungee jump is? Yeah, I do. Well, so it's like that. It's like... Yeah. It's an overcoming of you don't have to do it. You don't have to do it. You don't have to do it as a job. You don't have to continue with it, but just give it a go. And then you appreciate it as something that is quite nerve wracking and an art form and a real simple art form that you can delve into and get involved with. So. And does that first time really feel like dying or was it a good experience? It was a good experience. Mm. Second time, third time, yeah, no, it was a good introduction to it. Like I didn't really have, I didn't overthink it. Mm. So I just was introduced to it. I didn't see it. I didn't watch it. I don't know. I've never seen Monty Python. I've never seen lots of comedy shows. I just enjoyed having a laugh and I enjoyed being you, actually. Complexity of that conversation with someone when you have a laugh. Does that make sense? When you go, hey. Well, yeah, it does. you seem to take life so light. Is it always look on the bright side of life to you? No. For you? No. I think I'm... I worry a lot, you know. I've got kids. I have a equal balance of emotions. I probably worry too much. I think comics do. You have too much time in your own head. Mm-hmm. Anybody who spends too much time in their own head can get themselves into trouble. Well, my next question is, does your Dennis the Menace face keep you out of trouble or is it rather the opposite? Dennis the Menace? Yeah. The rascal face. It served me well. Up until now. I don't know about now. You know, in my 50s, it's been a lot of fun. Yeah. Good question. That's a very, very intriguing. No. Well, can you get away with anything? No. No. I try, but no. No. Have you ever been in trouble because of a joke? Not really. Sometimes they try and... Yeah, I did this joke about Alzheimer's where I go, have I done the Alzheimer's joke? And then that was the joke. And but I did it on a TV show and then they had it on the Daily Mail that, you know, did people think it was offensive in the Alzheimer's Society. But that's just the press kind of going, oh, we need to write something. But no, I don't think. I'm not really, I like jokes, but not, I don't like shocking jokes or dark jokes just for the sake of it. I just don't find it. No, and can jokes be too controversial for you? I feel if they're trying to get an attention from just being controversial, then, it's not like a soapbox we're on. We're just doing jokes, you know. I feel like a lot of it's like
like a TED talk. You ever those TED talks where, you know, everyone has to make a point? Yeah. And you go, no, they're just making jokes. But then you go, it's become something else. It's become, because stand-up comedy has become a lot more popular now. And, it, mm-hmm. you know, is it because it's got a little bit of depth to it? Or, and you see some shows, you go, oh, yeah, that's a good show. And then it's got a little bit of comedy. So, you know. But what I do is just jokes. It's just like being flippant. I'm not really trying to make a point about anything, you know. I don't know whether that's the right thing or not, or but that's what I feel. That's what I feel is being funny. And yeah. I can sustain that for the length of my show. And I see other comics that I really enjoy. I go, oh, yeah, that's, you know, we're just having a laugh, you know. We're not really trying to change anything. And you're very dynamic on stage. Is that what distinguishes you from the other comedians? Of course yeah. It is. Yeah, absolutely. Dynamic. Do you think I move a lot? Yeah, you move a lot. You dance with the eyebrows and stuff as well. So, I'm just being me. I swear to God, that's just like, I'm not really trying to be dynamic. I'm just trying to. So that's you in. Yeah, that's what I am. If I'm having a laugh, if I'm in good form, that's so me. So in the living room, you're just dancing. Yeah, that's it. I would be physical. I would move around. If I was enjoying myself, yeah. I would confront people in that way, and I'm really literally being me, but me in good form. Like if mm-hmm. I'm not in good form, like you wouldn't want to see me. But you know, but the bit on stage, that's just not really an act. I'm just yeah. really doing me, and I like other comics where I go, oh, yeah, that's you. You're doing you. Yeah, and that's what that is. Well, about you, your name is Jamoon. I've never met anyone with that name. Is there a story to it, or my mum made it up? Oh, okay. So yeah, that's where it came from. I had a grandfather called James, and a grandfather called John, mm-hmm. and the Irish version of John is Owen. So she put them together and called me Jamoon. Okay, and have you heard about people naming their children after yes. you? Yeah, really. Yeah. It's lady, yeah. There's quite a phenomena of people called, because they thought it was an Irish name, and then they didn't realise it was a made-up name. So, yeah. I'm at this guy in the supermarket, and he came up to me, and he goes, you're Jamoon, aren't you? And I go, yeah. And he goes, my son's Jamoon, and there's 10 in our area called Jamoon. I go, no, but it's a made-up name. Well, you're an inspiration. which Australian comedian would you recommend to us, ignorant Belgians? Well, you've got a great lineup of comedians coming here. You've got Dylan Moran, you've got Eddie Izzard, you've got yes. Dara Brain. Of course. You know, I don't like. But we don't really know the Australian ones, so maybe you can help us. Jim Jeffries, yes. Tim Minchin. Mm-hmm. Are they coming here? No, we have Carl Barron. Carl Barron's yes. coming here. He's a great comic, yeah. Oh, cool. Who else? Oh, he's coming to this venue even, I think. Yes. But, you know, I'm only going to recommend ones that are going to come here. If Carl's coming here, he's great. The Umbilical Brothers. Oh, yeah, we had them. Yes, yeah, last yeah, year. They're good, yeah, they're a good act. Yeah, so people you would see. So, yeah, Umbilical Brothers would work anywhere. Okay, thanks. Well, thank you very much for being here with us tonight. And maybe we could go to the bar now and have a beer. I would love to. But, okay. Yeah, I'm probably going to finish this meatball that's gone cold. Thank you. Prachtig interview, goed gelachen. Maar je hebt hem niet persoonlijk ontmoet dan? Nee. Je bent er gewoon vooraan in de rij gaan zitten. Maar dat is ja. wel indrukken genoeg van de mens, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja. En daar was, want ik wou nog zeggen voor het interview, spits je oren, maar hij is goed te verstaan wel. Of valt het wel mee met zijn accent? Ik moest wel wat concentreren, omdat hij soms wel wat zo... hij heeft wel een accentje ook zo. Mm. Wat binnen zijn mond soms een beetje. Maar ja, ik kon hem wel goed volgen. Ja. Ik had er niet zo heel veel problemen mee. Dat is nooit iets waar mensen bij jou over klagen, of zo, in het Frans of in het Engels, zo. Van... Als ze een dialect horen, goed te verstaan. Ik heb dat eens gevraagd, vooral in het begin dan met mijn Frans, van ja, is dit eigenlijk allemaal verstaanbaar, wat ik zeg? Ah, je hebt een check-up gedaan. Waarop dat die gast zegt... Je gebruikt verkeerde woorden. Grammatica klopt soms voor geen meter. Maar we verstaan wat hij wil zeggen. En je hebt een ongelooflijk exotisch accent.
Exotisch zelfs. Dat zeggen ze tegen mij ook allemaal, zelfs in Nederland. Ja. Dus laat staan dat je dat in Frans zou moeten doen in Frankrijk. Dat zou nog 5 keer zijn werk zijn, ja. En soms zeg je daar gewoon een zin en heel de zaal schitterend lach van ja, wat ik nu weer gezegd. En soms leer je tot met vallen en opstaan de juiste betekenis van uitdrukkingen. Mm. Zo ik vraag iemand op het podium, ik deed toen iets onder het motto zien zonder te kijken. En dan werd ik helemaal geblinddoekt met tape. Gewoon helemaal mijn kop toegeplakt, met gaffa, dat ik niks meer kon zien. En dan oei, ik zit zag al aan ik uw toch haar van te alles. Denken, ja. Het anden van die gaffa was geen probleem, het eraf halen was het grootste probleem. En op een bepaald moment vraag ik dus aan iemand, in het Frans... Ik vraag dus in het Frans, wil je mij blinddoeken? Voulez-vous me bondé? Oei, ja, dat is zo'n bondage of zo. Je weet wat ze zeggen, bondé. Ja, erg, hè. Ik weet dat dan. Bondé, ja, bondage, hè. Ja. Nee. Als je dat vraagt. Nee. Wil je mij SM doen? Nee. Dat is wel goed, hè. Nou, voulez-vous me bondé betekent eerder, wil je mij penetreren? Oké. Okay. Topvraag aan een blinddoeken is bondé les yeux. Ja, maar je welk antwoord kreeg je? Iedereen lag plat van het lachen. En ik de stond mens daar is gevlucht. Niet eens gaan lopen, niet eens gaan lopen. Ja. Ah, zou goed. Ja, wilde jij mij penetreren? Ja. Dat was de vraag. Zoiets. Voulez-vous me bondé. En was dat een man of een vrouw? Ik ging juist zeggen, vraag dat nog eens aan een vrouw. Ja. Dus het klopte voor geen meter van daar waarschijnlijk. Of had jij zo'n bondage-ding vast dat ze voorbindt? Nee, plakkend. Oké, chance dat er nog geen hashtag MeToo-tijden waren dan op dat moment misschien. Stel je voor. Was het lang geleden? Ja, dat stond ook nog eens in de krant. Ook nog? Ah ja, dan. Ah ja, zo. Ja. Maar, het is in elk geval... Goed verhaal, brengt wat meer humor in de next laagste humor in soms wel, in de show. Zonder dat ik weet waar het vandaan komt. Ah, we hadden op dat moment door waar mensen mij moesten lachen dan. Jij wist helemaal niet. Ik letterlijk voor, maar wat heb ik gezegd? Wat is er hier zo grappig? Ah ja. Ja, even... c'est pas bondé, c'est bondé les yeux. Ah. Et bondé, c'est quoi? Dat zoek dat maar uit, vriend. Dat is vandaan de voorstelling, onder een pintje. Zoek dat maar eens op het internet. Ja. Voilà, en ik heb ook altijd tijd voor een beetje comedy nieuws. Ja, een beetje nieuwtjes van nu over comedy. Misschien moet ik het eens vragen aan jou om het eens mooi aan te kondigen dat het comedy nieuws eraan komt in jouw mooie stem. En dan nu, comedy nieuws. Plus echo en al. Hey. Fantastisch. Schitterend. Zo moet ik het hebben. Comedy nieuws. Bas Birker. Die is zot. Ja, die is zot. Die is echt zot. Die gaat nu ook een zot experiment doen. Heb je er al? Daarom dat ik het zeg. Die is 40, zot. 40, 40, 40. Ja. Is daarom... Ja, dat is maf. Wat die gast is... Toch een leuk idee? Ik vind dat een heel leuk idee. En dat is ook een van de weinige gasten die dat kan waarschijnlijk. Die is... Ja. Dat is echt een vat vol verhalen, anekdotes, die grappen, dat vliegt eruit. Niet allemaal even geslaagd, maar als het dus inderdaad 40 dagen na elkaar, dan gaat dat een keigoeie set zijn, denk ik. Ja. Ik denk wel van dat een boer laten gaan kijken. Ja, ik zal het eventjes kaderen voor mensen die luisteren en die het niet weten. Op 11 juni wordt Bas Birker 40. En als cadeau heeft hij zichzelf een nieuwe show gegeven, maar die wordt dan wel gemaakt in de 40 dagen voor de 40ste. De première is op 11 juni in de Boerla. Je zou gaan kijken. En op 1 mei start hij dan eigenlijk met een eerste show. Dat zijn dan reekse try-outs achter elkaar eigenlijk, 40 iedere dag. Hij start in de Joker. En het einde is dan de 40ste show, is dan de knal. Dus al het goede materiaal haalt hij dan uit die... En speelt hij eenmalig. Het is in première en meteen ook de laatste. Daarom ik herhaal, Bas is zot. Maar ja, het triggert wel, hè. Amai. Ik vind dat straf. Maar dus 39 try-outs en dan de première? De 40ste is de knal. Dus dat is echt het beste van al die 39 gewoon bij elkaar. En dan klaar. Dan niet denken, nu ga ik toeren. Nee, dan begint hij weer aan de volgende show waarschijnlijk. Ja, dus zelfs die ene, als het resultaat dat overblijft, daar gaat hij dan ook niet mee verder. Voilà, je moet hem één keer komen kijken op zijn 40ste en dat is het. En dan denk je in de Boerla, dan zou je denken, doet hij ineens... Ja, hij is duidelijk niet op geld. Het Sportpaleis heeft hij wel gedaan. He? Sportpaleis, ja, gewoon heel het Sportpaleis. 2 keer 200, ja. 2 keer 200 man, ja, 2 keer uitverkocht, maar toch. 2 keer Sportpaleis uitverkocht, dat is toch goed. En nu dit. Dat is niet slecht. Nee, ik vind dat ook niet. Ik denk dat het ook gewoon het concept aan zich triggert al. Gewoon dat. Moet er maar opkomen. Goed concept. Ja, voilà.
Dus dat gaat hij doen. En, of hij heeft enorme problemen om te werken zonder deadline. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan een keer heel moeilijk maken. Ja. We zullen het misschien wel weten. Dat kan je ontdekken in die 40 dagen. En ik denk dat je er inderdaad snel moet bij zijn om die laatste show mee te pikken. Sowieso start hij op 1 mei in de Joker. Er zijn nog een aantal van de data of de try-outs nog niet ingevuld waar het gaat plaatsvinden. Dus je kan ze zelfs nog boeken. Dus plezant. Kijken we naar uit. William Boeva die organiseert een student comedy night in CC De Werf in Aalst. Mag ook eens iets klein zijn, hè. €10 kost het maar, inclusief een drankje. Dat is wel schappelijk, denk ik. Dat is voor op... alleen maar studenten? Dan. Ah, wel. Ja, ik vrees dat je voor publiek tot 26 jaar staat recht op bijgeschreven. Dus, okay. Dus dan mag zijn komen. Wij allemaal al uitgesloten, denk ik, hier aan de tafel. Okay. Jammer eigenlijk. En dan materiaal is dan echt gemaakt en gericht voor mensen van 26 maar... of jonger? Dat zou ik niet per se zeggen. Nee, want het is ook Alex Agnew die erbij staat. Jan Linsen zijn ook... Het is en guests, hè. Okay. Ja. Nou, hij is een hoofdact of zo. Dat zal hij er waarschijnlijk wel van maken als hij het zelf organiseert. Okay. Maar hij heeft de keuze, ja. In elk geval, het is enkel voor de jonkies. Dus ze mogen er niet bij zijn. Of ja, wie weet, als Alex Agnew binnen mag, misschien dat er ook wel wat ouder binnen mag. Weet ik. Ja. We zullen zien, maar het is in elk geval wel leuk om te weten voor alle studenten die maandelijks een beetje moeten schrapen aan het einde van de maand. €10, schappelijk prijsje. Altijd kan je terecht op livecomedy.be voor tickets of data of alle info over comedy. Jongens, we zijn aan Tom terechtgekomen. We zijn aan Tom terechtgekomen. We zijn aan Tom gekomen, bedoel ik. Of we zijn... Nee, nee, dat is ook niet goed geformuleerd. Tom we zijn is verschenen. Tom houdt is gewoon Tom, in de sfeer. Tom is verschenen. Jullie heeft Tom hier getoverd. Oké. Okay. Doe je ding en dan verschijnt hij. Ja, maar hij is er al. Hè? Ah ja, dat is waar. Hey Tom. Hey Tom, hoor je mij? Ik hoor jullie. No. Welkom, wij Tom. Wij zitten hier allemaal te wachten, hè? Voor de tip van Tom. Absoluut. Het is de eerste keer dat ik hier zo recht tegenover ben, denk ik. Ja, dat is waar. Dat is waar, we hebben eens een switch gedaan. Pieter heeft zich daar gezet. Ja. Dat wel oké. Okay. Ja. Ik heb in de stoel van een Tom gezet. Ja. Nee. Van de grote baas. Ik vind dat de Pieter eruit ziet als een trucker. Ja, ja, weten de mensen niet, ze kunnen dat niet zien. Wat staat er eigenlijk op? Als een trucker ook. Met een baard. Wat staat er op? Ja, ik heb een native. Klak op, een native. Ah, native. Op. Ja, maar ja, hij woont in de camper, hè, dus dat moet ook maar wel. Je mag eruit zien als een trucker. Hè. Ik ga ook heel vaak tussen de... Tussen de truckers staan. Ja, ja. Tussen de polen. Die parkings. Ja, in de parkings. Je hebt dat gekregen ook zo van een collega of trucker. Ja. Of zo. Ik krijg kleding van truckers. En ik doe dat dan aan. Ja, dat zou wel goed zijn. Ik heb ook Pools geleerd nu. Omdat ik, nee. Maar het is geen Poolse comedian dat je hier gaat voorstellen. Nee, nee, Tom zeker vast niet. Ja. Het is een trucker. Trucker comedian. Nee. Ben ik vers van de pers, maar volgend jaar mogen we opnieuw ontvangen. Heel grote meneer uit Engeland is Russell Howard. Woehoe. Russell Howard komt nog eens naar ons landje. Ook een radiopresentator. Radio, televisie. Voor de mensen die hem niet kennen, het is een beetje een blonde god. Hij ziet er zo'n beetje heel ideale schoonzoon-achtig. Als de Pieter zich zou scheren... Als ik me zou verzorgen, dan zou hem eruit zien zoals mij. Ja, okay, andersom. Andersom, ja, ja. Ja, ja. De ideale schoonzoon. Maar Russell Howard is iemand die heel veel voor televisie werkt, heel veel radio werkt. Mock the Week heeft hij heel veel jaren gedaan. En dan sinds een aantal jaar, en nog steeds, denk ik, de Russell Howard Show of de Good News Show of zoiets. Ja, en in 2017 is hij hier ook geweest, hè? Ja, die heeft in de Arenberg gespeeld. En nu? Waar gaat hem nu spelen? En die, dat zal ik direct vertellen. Oh, spannend. Wat? Dus hij heeft in Arenberg gespeeld en was helemaal uitverkocht. En dat was de laatste voorstelling van het seizoen. Het was ook 40 graden in de Arenberg. Het was een snikheet. 40 graden? Het immens. Maar die heeft dat kot daar helemaal afgebroken en is kletsnat. Want dat doet mensen van die allure, die lopen gewoon van het podium in de auto naar het hotel. Hij is kletsnat van het podium gelopen in de auto. Ik heb je nog dag kunnen zeggen en dan is hij vertrokken. Sarah Millick heeft dat vorige week ook gedaan. Niet kletsnat, maar ook direct volgens Pepijn was het applaus nog niet uitgestorven of ze zat al op haar hotel. Dat meent je niet. En waarom is dat? Waarom doen die dat? Dat is gewoon sterallure. Solitude. Te veel zee vergat met de opdringerige fans aan de achteringang. Oké. Okay. En dan zo snel mogelijk voor die fans daar kunnen zijn, weg zijn. Ja. Eigenlijk is het dat. Ja. En bij Russell Howard hetzelfde.
heeft dat vorige keer gedaan. Maar nu gaan we met dus, blonde goden, hè? Ja, dat is ik ga gewoon na de voorstelling blijf. Ik ben meestal degene die de foyer afsluit. Ja. Ik blijf gewoon plakken. Maar jullie gaan ook direct richting de tram in Parijs. Ja, maar je zou ook maak wel een ster, dat je weg bent. Hij is ook wel een ster, hè? Zal dat, hè? Ster maar het leuke is dat, ondanks zijn ster... Eigenlijk... Ja, dat is eigenlijk, ja, mag je dat ook doen? Recht van dat podium zweet de metro op. De metro om met een TGV te halen. Okay. Ja. Maar bij u is dat... maar ondanks zijn ster, hè, is dat een heel chille gast. Want die zat gewoon voor de voorstelling, dat hij gewoon in de green room, die heeft een eigen loge, maar is dat zelfs niet geweest. Dat gewoon tussen ja, de rest van de productie, dat waren wel met wat mensen die omheen. Zijn rider was ook niet immens. Niks. En een klein frappant verhaaltje. William Boeva was komen kijken en die was op voorhand even gewoon binnengewandeld in de green room. Ja, ik kent de weg in de Arenberg, dus die liep er gewoon rond. Russell Howard zat er ook, dus die hebben een balletje gedaan, gezellig. En dan vroeg William, mag ik mee op de foto? En Russell zei, oh ja, dat is geen probleem. Ik ben me wel aan het scheren op deze moment. Maar dat is geen probleem voor mij. Zegt Russell, die staat samen met William op de foto, half geschoren, half met ingezeept met zeep. Heerlijk. En zo staat hij ook op Instagram met William, denk ik, als een super chille gast eigenlijk. Goede comedian, heel grote grapdichtheid. En ik ben blij dat hij nog eens terugkomt. En we gaan naar een grotere zaal, we gaan naar de Koningin Elisabethzaal. Right. Dan gaan we nog eens de grote zaal mee doen. Hè. Ik sta daar volgend jaar ook, hè? Was dat niet? In de foyer misschien. In de foyer, ja. Ook een grote foyer dan. Daarom, ik ben al blij met de foyer. Het zal wel zijn. Russell Howard, en hebben we al echt een idee van exact welke datum? Ja, ik weet het alleen niet meer. Ai, 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 ai. Ja, en ik heb ook zitten snorren. Kan je nu lezen onderaan het scherm? Insert. Nee, in maart 2020. Maart 2020, Russell Howard in de Koningin Elisabethzaal. Yes. Mooie naam, prachtige naam, Elisabeth. Er zijn ook tickets te winnen nog. Daar mag ik mee afsluiten, maar eerst bedankt. De trappen bestijgen. Tickets kun je nog winnen. Ik moet er snel mee zijn, want hij staat al morgen in de Narenberg. Op 12 maart is dat. Normaal is het dus zondag met Lubach op VPRO, maar nu is het dus dinsdag met Lubach, Arjen Lubach. En ik wil daarvoor graag weten hoe de debuutroman heet van Arjen Lubach, die is al van 2006. En als je dat weet, of denkt te weten, of een gokje wil wagen, mag je dat doen naar podcast@livecomedy.be. En hopelijk is je agenda nog vrij voor morgen. Arjen Lubach, ik zie je zo wat knikken. Ja. Ik ben er eens bij geweest in het programma ook. Ja. Ja, dat is waar. Ah, toen ook bij hemzelf. Ja, dat was eigenlijk ook een filmpje dat redelijk viraal gegaan is in Nederland. Gezien. Ik moest spelen in Amsterdam die periode. En ik passeer aan zo'n Albert Heijn, waar er twee gasten staan, een sigaret roken buiten. En ik passeer en die ene roept, hey, jij bent die ene. Die ene. Ja, vertel. Meneer ja. Gilly, voor u. Jij bent toch die man met die gedachten lezen en dingen. Ja, wat de fuck, weet je dat ik ben? Ja, moet je eens kijken op internet. En dan bleek inderdaad dat filmpje daar redelijk viraal gegaan is. Maar ja. Ik vind zijn stijl fantastisch, hoe dat hij... Zijn programma's, allez, zijn show zal er zeker niet moeten voor onderdoen. Integendeel waarschijnlijk. Ja. Maar dat is echt een super talent. Ja. Ah wel, volgende week. Nee, ja. Eigenlijk morgen al, als we de podcast uitbrengen. Ah wel, morgen. 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 Je zit niet in Parijs dan, hè? Nee. Het is een dinsdag. Dat ik weet. Ja, nee. Ah, voilà. Maak kans. Ja, Pieter, Gilly. En lieven. Ja. Er zijn nu zo drie persoonlijkheden aan tafel. Pieter en lieven, dank je wel om langs te komen. En blij iedereen kan zwetend richting de tram of naar huis. Zwetend. Zoals je van de show afstapt. Of jij zweet niet. Ja. Het is ermee dat je direct zo naar de tram... Zo weinig mogelijk. Als ik het voel komen, ga ik zitten. We hebben de hele tijd gezeten, dus dat kan geen probleem zijn. Dank je wel, allebei. Graag gedaan. Merci om mij te vragen. Nou.